vandaag is afspraak nummer 2 met Marlijn. Sleutel. En vandaag gaan we keihard aan de website werken. Dus daar heb ik echt zin in. We moeten echt een goede website krijgen. Dat is echt niks om geen website te hebben. Ik heb om 20:30 met haar afgesproken. Dus ik heb zo'n 8 minuten om naar de andere kant van Arnhem te komen. Doen we! Net te laat. Kijk, zo gaan we een website bouwen. Oh, dat is gek. Ondernemer. Hola. Hi. Hey, jullie gaan vanavond naar het voetbal van Diede. Ja. Kan ik mee? Ja. Hoe laat wil je gaan? Kwart over zeven wel vertrekken, dan komen we kwart over zeven bij jou. Oké, top. Dan ga ik eten koken en zo en dan ga ik mee. Het is mooi geworden, hè? Ja, is prachtig. Heb je gezien dat hij een beetje in elkaar zit? Nou, niet. Ja, ik heb het geïnspecteerd. Daar heeft hij het over. Heb je gezien de douche? Ja, is mooi afgekit. Ja, oké. Ik ben heel benieuwd naar morgen. Ja, ik ook. Oké. Oké, yo, tot straks. Oké, guys, ik heb echt een topdag vandaag. Ten eerste, alles zit mee. Echt alles. Zeg maar, het zou vandaag de hele dag regenen. Het is alleen maar dit. Alleen maar. Kijk dan. Zon. Het is fantastisch. Wolkjes. Ach, dus. Punt 1, goed idee van vandaag, is mooi weer. Het tweede ding is iets wat ik nog even... Ik heb echt een telefoongesprekje gehad waar ik heel blij van werd. En wat ook weer heel spannend is. Ja. Hier zit nog geen einde aan. Dus ik ga het nog even spannend houden voor je. Want dan hou je dezelfde spanning als die ik nu voel. Want ik weet nog totaal niet hoe dit zal gaan. Maar... Komt. Meer ga ik ook niet over vertellen. Het derde ding wat vandaag heel leuk was, is dat ik heb samen met Marlijn heb ik de website aangepakt. En dat ging echt dat ging heel goed. Het ging echt subliem. Gewoon, het is heel fijn om met iemand even te sparren en erover te hebben. En zij heeft heel veel verstand van dingen waar ik weinig verstand van heb. En ik heb weer verstand van dingen waar zij minder verstand van heeft. Dus ja, dat klopte gewoon. Het is zo bijzonder dat je met iemand kan samenwerken die je nog minder dan een week kent. En dat zo klopt. Echt heel fijn. We hebben het volgende gemaakt. Ik wil het aan je voorleggen. Als het niks is, hoor ik het ook graag van je. Oké. De homepage gaat er zo uitzien. Ik ga samen met Chris, dat weet hij nog niet, maar hij kijkt deze vlogs, dus waarschijnlijk weet hij het nu. Ga ik een video maken van Esther. Die staat hier op een drukke straat in Amsterdam. En Esther loopt in een hele drukke, staat daar stil in een hele mensenmassa en kijkt een beetje beteut, want ze weet niet welke keuzes ze moet maken. Ondertussen vliegen alle mogelijkheden voorbij, in de zin van auto's en mensen, et cetera. Al die mogelijkheden vliegen voorbij, omdat ze stilstaat en niet weet wat ze wilt. Op een gegeven moment kom ik aanlopen en nodig ik haar simpelweg uit om mee te gaan, om te gaan ontdekken wat het is wat ze wilt. En daardoor kan ze mee en kan ze weer verder met haar leven. Dat is eigenlijk een beetje de feeling die ik heb met mensen die meedoen aan onze cursus. Ze staan een soort van stil, omdat ze te veel nadenken over wat ze willen en er niet uitkomen. Ik kan je tools geven waarmee je er wel uitkomt. Dus... De vraag ook hier, weet jij nog niet wat je wilt? In 3 stappen creëer je jouw toekomst. Dan kan je kiezen, help me op weg. Of gewoon gelijk, ik doe mee met de cursus. Als je klikt op help me op weg, dan ga je verder naar de website. En krijg je meer informatie. Als je zegt, ik doe mee, nou ja, super. Dan ben je gewoon erbij en dan ben je erbij. Oké, dan krijg je stap 2. Dan scroll je naar beneden. De vraag, daag jij je toekomst wel uit? Ik merkte, zelf heb ik dat heel erg meegemaakt. Dat mijn toekomst was iets van, ja, dat komt vanzelf wel. En daar kijk ik nu liever nog niet naar, want dat weet ik nog niet wat het is. En dus negeer ik het maar soort van. Maar ja, het komt er wel op je af. Maar op een gegeven moment ben ik mijn toekomst gaan uitdagen. Ik ben gewoon echt dingen gaan doen waarmee ik ging triggeren dat ik ging krijgen wat ik wil van mijn leven. En daardoor is mijn leven heel veel verbeterd. Dus je hebt het eerste stuk, de pijn zoals we het noemen, de dingen waar je echt mee zit. Die je lastig vindt. En dan als je dat
gaat oplossen, dan kom je de gain, zeg maar, dus datgene wat je wel wilt, dat komt dan daar. Top. Hartstikke leuk, kan je dat je dat kan. Maar hoe dan? Hoe doe je dat? Deze methode die we hebben gemaakt met de Happiness Company is een methode die speciaal ontworpen is voor studenten. En dit bedrijf bestaat maar om één reden. En dat is omdat we niets anders willen dan jou helpen. Als we jou niet kunnen helpen, dan heb je ook niks aan ons. Dus dat is eigenlijk de enige reden waarom dit bedrijf bestaat. Nou, dat doen we in 3 stappen. Nou, dan weet je, oké, zo kan we dat doen. Alleen, kan ik dat? Is dan vaak de vraag die ik heb gehoord van andere mensen. Ja, het ding is, alleen jij telt. Alleen dat jij het kan, telt voor ons. Wij willen een cursus bouwen die iedereen kan volgen en die voor iedereen mogelijk is. Dus willen we testimonials, dat zijn andere mensen die al mee hebben gedaan met onze cursus, willen we een voor en een na. Want ook zij hadden vaak voor de cursus het idee dat zij dit niet konden. En daarna horen we allemaal fantastische verhalen over wat ze allemaal bereikt hebben na de cursus. En uiteindelijk onderaan de pagina, jouw toekomst begint hier. Met een filmpje van mij waarin ik uitleg wat we gaan doen, wat je ervoor krijgt voor dat geld. En het leuke is, mijn nummer komt erop te staan, dus als je mij wilt whatsappen, kijk op de nieuwe website en whatsapp mij. Hier kan je inschrijven en dit is wat je krijgt als je meedoet. 4 onvergetelijke dagen, persoonlijke coaching / aandacht, alle materialen die je ervoor nodig hebt, plan voor je toekomst op 1 pagina, jouw talenten helder, je leert jezelf beter kennen, dit andere toffe mensen kennen en je maakt je eigenlijk je eerste stap richting een gelukkige toekomst. En dan gaat het vliegje. Ja. Nee, die krijg je niet. Dat is vies. Dat is eigenlijk de layout van de website. Vanavond ga ik met name eens kijken. Die heeft de eerste voetbalwedstrijd weer. Ze is heel lang geblesseerd geweest vanwege een operatie aan haar knie. En nu gaat ze weer voetballen. En als verrassing ga ik bij haar kijken. Dat weet zij nog niet. Maar dat vind ik wel leuk om bij haar te gaan kijken. Dus daar neem ik je zo mee naartoe. Morgen heb ik ook een dag vol met allemaal afspraken in Utrecht. Dus vrijdag en zaterdag en wie weet zelfs zondag ga ik met dit project bezig van de website. Dus er komen leuke dagen aan. Als ik je mag aanraden, kijk, blijf dit vlog kijken, want er is van alles in gang gezet in mijn leven wat ja, ik zei het al in een eerder vlog, wat heel leuk kan uitpakken. Alleen ik weet nog niet of het leuk gaat uitpakken. Dus fingers crossed, blijven duimen en ja, we gaan het hopen. Dus je moet vandaag voetballen tegen een Amerikaans team. Het is haar eerste wedstrijd in een hele lange tijd. Ja, benieuwd. Ik heb alleen maar kaarsjes voor een beetje licht. Ik ben een beetje rood, maar dat kaarslicht. Oké, go. Vandaag was echt een hele toffe dag. Ik heb echt genoten vandaag. Ik heb er eigenlijk al een tijdje over in deze vlogs. Dat deze periode in mijn leven een soort van voelt als een overgangsfase van een jongen naar een man. En vandaag was echt zo'n dag die daaraan bijdroeg in alle facetten. In mijn samenwerking met Marlijn krijg ik echt zo'n gevoel dat dit bedrijf echt zo groot gaat worden als dat ik altijd al heb gedroomd dat het zal zijn. Maar ik begin eigenlijk voor het eerst niet alleen te dromen dat het zo kan zijn, maar ik begin het ook steeds meer te zien als dat het echt mogelijk is. Dat ik de stappen die ik daar nu naar zet, dat echt mega gaan zijn. Ja, ik moet er zelf nog een soort van aan wennen, maar ik voel me zo krachtig en dat is fijn. Ik heb namelijk heel lang gedacht dat mijn kracht andere mensen in de weg zou zitten. Dus wanneer ik op zou staan en echt mijn ding zou doen, dat ik dan voornamelijk andere mensen in de weg zou zitten. Maar ik begin steeds meer te zien dat mijn kracht, mijn visie, mijn pad, dat dat voornamelijk heel veel andere mensen gaat helpen. En dat ik er zelf ontzettend van geniet om dat te doen. In de zin van dat ik zie dat mijn kracht en visie bijdragen bij het geluk en welzijn van andere mensen. Dus dat is cool. Ik ben niet in een soort van waan dat het vanaf hier van allemaal maar omhoog zal gaan en dat het allemaal beter zal gaan. Ik weet zeker dat er een behoorlijk hobbelige weg nog voor me ligt met allemaal gekke uitdagingen en problemen en tegenslagen. Die komen en dat hoort erbij. Maar ik voel steeds meer, ik heb de kracht om ze te verslaan. Niets krijgt mij meer klein. Nee, lekker dit gevoel. Ik ben er blij mee. Het was echt een topdag. Dus guys, proost op het mooie leven.